Wethouder Paul de Rook wil met de gemeente Haren in gesprek over het besluit om doorgaande vrachtwagens uit de gemeente Haren te weren. Rook vindt dat Haren dit niet zomaar kan beslissen, omdat het gevolgen kan hebben voor de gemeentes eromheen, waaronder Groningen. De gemeente Haren wil de vrachtwagens uit de gemeente weren vanwege verkeersproblemen in Glimmen. Omdat het moeilijk is om de vrachtwagens alleen in Glimmen tegen te houden, werd besloten dat het verbod voor heel Haren geldt.